Rijkswaterstaat heeft dinsdag een begin gemaakt met het pompen van water in het Maas-Waalkanaal om zo het waterpeil daar weer te laten stijgen. Dat water wordt door twee grote pompen uit de Maas gehaald. Zo hoopt Rijkswaterstaat het water in het kanaal in een paar dagen weer op het oorspronkelijke peil van 7,9 meter NAP te hebben, zodat ook scheepvaart in een beperkte mate weer mogelijk is. De sluis bij Weurt gaat dan ook weer werken. De sluis bij Heumen aan de Maaskant blijft dicht. Ja, we hebben vannacht de pompen voor de eerste keer in bedrijf gehad. En we zijn rustig aan begonnen met pompen. En dat heeft al gezorgd dat vannacht het waterpeil gestegen is. Toen we zagen dat ook alles goed ging met de pompen en dat het allemaal voorspoedig loopt, hebben we de pompen vandaag op volle kracht aangezet. En laten we het vandaag helemaal volle kracht vooruit, laat ik maar zo zeggen. We hebben voorzichtig de pomp op te kijken. Wat doet het de druk van de pomp op de rest van onze sluizen en onze stuur? Maar het gaat goed. Dus we hebben de pompen nu volledig aanstaan. En we verwachten dat tegen het weekend, vrijdag, zaterdag, de scheepvaart weer beperkt kan worden hervat. Dit weekend is er weer vaarverkeer mogelijk. Zijn nog wel beperkt? Dat we nog niet massaal kunnen schutten. Het waterpeil is nog niet van die aard dat de scheepvaart helemaal kan worden hervat zoals die gebruikelijk is. Dat we nog wel te weinig water hebben om gewoon maar continu schepen te laten en te schutten. Je kunt je voorstellen, het is eigenlijk ook wel maar zo'n sluiskolk. Als je daar schepen in laat varen, weer uit laat varen, dan schut de lucht in het dan, hè? Want om het niveau omhoog te brengen, gaat gepaard met ook heel veel water wat uitstroomt. En de pompen doen hun werk. Het peil is weer hoog genoeg om te kunnen varen. Maar we kunnen niet meteen weer het volledige vaarregime gaan vatten. Dat het beperkt scheepvaart toe kunnen laten. Maar gelukkig wel weer, het kan er wel weer. Dat is al de positieve kant van de zaak. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.